Valk is weer een oude kaart van omstreeks 1600. Van de omgeving van Uithoorn. Dit is een wat jongere kaart. Hier rechts ligt Uithoorn. Links de Aalsmeerse poel. En de reeds drooggemaakte polders. U ziet eerst enkele gravures van 16 en 1700. Eerst het kleine dorpje Tame aan de dijk, ook wel de Hollandse dijk genoemd, ten noorden van Uithoorn. Dit kleine dorpje is later verplaatst naar de Amstel. Wat u ook kunt zien, en nog later is het samengevoegd met Uithoorn. Hier ziet u een gravure van het nieuwe dorpje Tamen aan de Amstel. Links ziet u een molen staan, maar ik weet niet of die er wel echt heeft gestaan. Zoals u op deze gravure ziet, heeft deze lange brug slechts één klep voor de scheepvaart om door te varen. Later is er een andere brug gebouwd met een dubbele klep, zodat er bredere schepen door konden varen. U ziet hier de grote brand van Uithoorn, waarbij het rechthuis totaal is vernield. Goed gezien vanaf de overzijde van de Amstel, een angstaanwekkende brand. Een van de molens die de Uithoornse polder droogmaalde aan het zandpad. Later werd dit het jaagpad. Het Zijdelmeer, waar men met volgeladen boten met turf overvaarde achter de kerk om zo in de Amstel te komen. Aan het einde van het Zijdelmeer lag een sluisje om het waterpeil gelijk met de Amstel te maken. Hierdoor dit sluisje kon men in de Amstel komen en zo met de boten met turf naar Amsterdam te varen. De lange brug over de Amstel was een geliefkoosde plek om een ansichtkaart van te maken. Daarom zijn er nog verschillende van en deze laat ik u nu zien.
Vanaf de Amstelhoek kwam men over de Lange Brug in de Schans in Uithoorn. Kijkt u maar. Jaren heeft de tabaksfabriek van de Ruiter pijptabak gemaakt. U ziet kruidenier De Hollander met zijn vrouw en zoon voor hun winkel in de Schans. Jaren Kapper de Mare gevestigd en daarnaast de horlogemaker en goudsmid Sparnaai. Vanaf het jaagpad kwam men via de Korte Brug ook in de Schans, waarvan ik u nu verschillende ingekleurde foto's laat zien. Naar de Dorpsstraat, die was zo scherp dat toen het verkeer wat groter werd, men er nauwelijks doorkwam. Een kijkje vanuit de Dorpsstraat naar de Schans. Geheel links staat Arie Piet voor zijn naaimachinewinkel.
Links de sigarenwinkel van Kees Verkerk, die niet alleen rookwerk verkocht, maar tevens de humorist was van Uithoorn voor bruiloften en partijen. Dit zijn 5 kinderen van de familie. Arie Piet voor zijn naaimachinewinkel. Deze winkels zijn afgebroken in 1937 om ruimte te maken voor de weg N201. Straat naar het Zijdelveld, waar het Sint-Jansklooster staat, dat helaas ook is afgebroken. Het zwembad aan het Zijdelveld hebben veel Uithoornse kinderen leren zwemmen. En vanwege het zoveel jaar bestaan heeft men een zeppelin laten zweven. Ook dit behoort tot het verleden. Het witte huis op de hoek van de Tamerlaan, dat staat er nog steeds. Maar nu niet meer alleen, want de hele Tamerlaan is volgebouwd. Tamerlaan, die heette vroeger de Achterdijk, want achter de dijk begon de polder. Vanaf de Tamerweg, waar de jongens in de sloot konden vissen, keek men zo naar Uithoorn. We lopen door de Raadhuisstraat weer naar de Dorpsstraat, waar u rechts verschillende winkels ziet. Al deze winkels, van der Zijde, van de Ende, van Konijn, van Verkerk, van Arie Piet, zijn gesloopt. Ook het raadhuis, voor de weg N201. We gaan nu een wandeling maken door de oude Dorpsstraat en het Marktplein. En u gaat eerst ingekleurde foto's en daarna zwart-wit foto's zien.
hier de Volharding liggen. Deze werd veel gebruikt als passagiersboot en ook veel gebruikt voor schoolreisjes. Die werden gemaakt naar Amsterdam en ook wel naar Katwijk. Ook, zoals u ziet, stond hier op het Marktplein een echte pisbak. Deze werd veel gebruikt, vooral tijdens de marktdagen. Dan ziet u hier nog een luxe toerboot. Deze werd min of meer gebruikt door de elite. Voor de afvaart verzamelde men zich dan bij Fritsie. Hier de kil en de achterkant van de huizen in de schans. Waar de kil was, daar loopt nu de weg N201. U ziet hier de schans vanaf de Dorpsstraat naar de Amstel. Nog zonder trottoirs. En hier ziet u de schans vanaf de Amstel naar de Dorpsstraat met trottoirs. Nu gaat u veel uitgebreider zwart-wit foto's zien van Dorpsstraat en het Marktplein. Hier was gevestigd de drogisterij van de familie Schorl en de elektrazaak van de familie Schijf. En hier op de hoek van de Blomstraat de eier- en kaashandel van de familie van het Kruis. Aan de overzijde was de kruidenierswinkel van de Vaart. En wagensmederij van Bosman. Dit pand, dat staat er nog. De andere huizen niet meer. Daar vindt u nu de zaak van de firma Zwart in Schoenen. Midden in Uithoren, daar stond nog een boerderij. Later is hier het oude gemeentehuis gebouwd. Omdat de waterafvoer van de Amstel nog op natuurlijke wijze in het IJ werd geloosd, dus niet werd bemalen, had men in Uithoren regelmatig wateroverlast. Dit is het café van der Zijde, met daarnaast de Pijpela, waar later een andere bovenbouw is opgezet door de firma Strijland. Op het Marktplein, daar is al heel veel veranderd. Niet alleen de huizen en de winkels, maar ook het plein zelf. De ene keer stonden er paaltjes en geen bomen. De andere keer was het plein groen met bomen en dan weer bestraat zonder bomen en nu is het weer bestraat met bomen. Het Marktplein en de Loswal werd heel veel gebruikt door passerende schepen en ook wel
voor passagiersvervoer. Voor de landbouw en de volharding was Uithoorn de thuishaven. Deze varkens die u hier ziet, die werden gebracht naar de Uithoornse baconfabriek om geslacht te worden. Elke vrijdag was er een veemarkt en die werd druk bezocht. En waar meestal afgerekend werd in het café van Fritsie, onder het genot van een borreltje. Hier ziet u de kaasmarkt waar veel boeren uit de omgeving met hun speciale kaaskarren hun kaas kwamen verkopen aan de groothandelaren. Sommige boeren die bleven wel wat lang bij Fritsie, maar je mocht toen nog met een flinke borrel op rijden. Op deze foto kan je goed zien dat er alleen nog maar huizen in de Dorpstraat en op de Achterdijk stonden. Later, toen kwam er het café van Vendrik, met daarachter de bioscoop. Hier ziet u de zaal van binnen. Deze huizen en winkels, die staan er nog, maar zijn nu cafeetjes geworden. Het verdere gedeelte van de Wilhelminakade, dat is afgebroken en voorzien van een nieuwe winkelgalerij. Dit is het huis van de firma Strijland. Dit was vroeger ook een boerderij. Hier ziet u nog de muziektent waar vroegere concerten gegeven werden door een fanfare en veel mensen gingen luisteren. Het spoorlijntje dat liep van Amsterdam via Uithoorn naar Breukelen en naar Leiden en het werd veelvuldig gebruikt. In Uithoorn was er ook nog een verbinding met het teerbedrijf. De Uithoornse bacon- en conservenfabriek was de grootste werkgever van Uithoorn en gegroeid tot een groot complex. Nu is hij gesloopt en geheel verdwenen. Het Uithoornse veilinggebouw, Ora et Labora, dat is er al jaren niet meer. Het water in de Amstel, dat was weer zo hoog dat de Wilhelminakade onder water kwam te staan.
melkrijders brengen de melk uit de gehele omtrek bij de melkfabriek in Uithoorn. Ook wordt er veel aangevoerd per schip. Deze melkfabriek is ook al jaren geleden gesloopt. Oude Nederlandse hervormde kerkje, dat staat er gelukkig nog steeds. Het is alleen nu een cultureel centrum geworden, maar er worden toch nog steeds diensten ingehouden. De grote oude pastorie van de Nederlandse hervormde kerk, die staat er nog, maar wordt al jaren niet meer als pastorie gebruikt. U ziet hier de plaats waar de teerfabriek is gevestigd, wat later de Zinduw is geworden. Nog enkele foto's van de lange brug. Van waar we naar de Amstelhoek gaan. Dit is de Meidrechtse Zuwe, waar nu zo'n 40.000 auto's per dag overheen gaan. Dit zijn enkele bewoners uit de Amstelhoek. Misschien herkent u ze nog. Wanneer we door de Piet Heijnlaan naar de Amstelkade lopen, dan zien we daar de eerste melkfabriek. Het gebouw staat er gedeeltelijk nog.
deze foto ziet u links nog de Uithoornse veiling en rechts de houthandel van Tesseron. En zo komen we bij het begin van de Mennonietenbuurt, waar de familie de Jong een scheepswerf had, die roeiboten en pramen maakte voor de boeren. Dit gebouw heeft er jaren gestaan, maar heeft nu toch ook plaats moeten maken voor nieuwbouw. We lopen nu verder de Mennonietenbuurt in en ik vraag u, let eens op de leuke kleding van de kindertjes. Vroeger wilde men niet in de Mennonietenbuurt wonen. Nu wil iedereen daar wel wonen, aan het water van de Amstel. Daarom is er weinig overgebleven van de oude huizen en is bijna alles vernieuwd met prachtige huizen. U ziet hier rechts het bedrijf van Heinz Heidevaart met zijn handel in riet en bouwmaterialen. Hier werd in de oorlog door de ondergrondse oefeningen met wapens gehouden. Dan ziet u ook nog een foto van Jacob. Hier ziet u nog een overzicht vanaf het jaagpad van de Mennonietenbuurt. En via het jaagpad gaan we naar de Vrouwenakker en de Kwakel. Wij zijn nu aan de Vrouwenakker, waar de schepen van gebroeders Smit de landbouw en de volharding een aanlegplaats hadden. Wij gaan nu via de Drechtdijk naar de Kwakel. U ziet een smalle en een slechte weg, waarvan aan het einde een tol stond waar je moest betalen om naar Uithoorn te kunnen gaan. Thank you.
zo zijn we dan gekomen aan het einde van een wandeling door Oud-Uithoren. En laat ik u nog enkele foto's zien die ik u niet wil onthouden.
De terrasjes, welke op het water zijn gebouwd, zijn in de zomer druk bezet. Veel bootjes brengen in de zomer een bezoek aan Uithoorn. Vroeger was er op het marktplein in Uithoorn een kaasmarkt. En als herinnering hieraan staat er nog dit standbeeld van de grote rijke kaashandelaar en het kleine arme boertje. Het oude gemeentehuis is nu kantoor geworden. Maar ik vind het nog steeds mooier dan het nieuwe. Een van de nog overgebleven oude huizen staat in de Dorpstraat 36. Een mooi pand met een mooie deur. De Amstelstraat is nog net als vroeger, maar men kan nu onder de brug door naar de Schans, zodat men geen last heeft van het vele verkeer. Bij de brug groeien deze prachtige waterplanten. In de Schans staan nog enkele oude huizen en de mooie Rooms-Katholieke kerk, die we ook binnen gaan bekijken. En denken we eens in, Uithoorn zonder toren? Het oude rechthuis is na vele restauraties nog steeds een mooi gebouw en heeft een bewogen verleden met veel verhalen.
Napoleon zou er ook nog in hebben geslapen. Vanuit de Mennonietenbuurt heb je een mooi uitzicht op het oude rechthuis.